Hallo allemaal. Ik hoop een leuke nieuwe aflevering van de Nettie Strimvlog. Vond, waarom zit jij te lachen? Dat is allemaal een beetje jammer. Ja? Moet je daar al om lachen? Ja. Nou, dat is wel grappig. Je bent in beeld. Ik wil niet in beeld. Schiet op. Konjon. Nou, zoals jullie hier zien, heb ik hier een Pomeranian. Oftewel een dwergkeesje. Het is een reutje. Hij is 2 jaar. En die mensen hebben hem 2 maandjes. Hij is nog nooit geknipt. En nou wilden ze hem door mij laten knippen. Komen speciaal helemaal uit Almere. Maar ze willen er een keertje mee naar de show. Dus ze hebben gevraagd aan mij of ik er nog wat van kan maken. Nou, ik heb hem net gewassen en gefeund. Ik heb zijn nageltjes gedaan. Zijn oortjes zijn schoon. Maar dit is dus wat we hebben. En daar moeten wij dus mee werken. Nou heb ik wel de Flerosol van Janne, dus daar ga ik hem heel even licht mee besprayen, zodat het haar niet zo heel erg statisch is. Welke kleur is dit net? Dit is de crème sable. Ja, kijk, en de sable dat is doordat hij zwarte punten heeft. En hij lijkt heel dik, maar dat is hij niet. Het haar is opgefeund, dus... Ja, het is wel een beetje pluizig. En ik moet je zeggen, het is wel een uitdaging om te knippen. Want zoals jullie zien is die broek ooit nog wel eens geknipt. Maar alles wat hier zit, dat is dus niet geknipt. Hij is nog helemaal uit model. Hij is echt helemaal uit model. En daarbij komt, hij is natuurlijk ook niet zo gewend, hè, om te knippen. Kijk, als je mijn Misha neerzet en Lolly, Lolly stink Jolly. Die hallo Loesje. Kijk, die zijn dat natuurlijk enorm gewend, dus die blijven ook netjes staan. Dus hij is ook een klein beetje gestrest, dat kan je zien. Hé, hey. Ja. Ja, maar je bent wel een liefertje. Ja, je bent wel een liefertje. Hè? Nou, moeders gaat jou mooi maken. En daarbij beginnen we eigenlijk vrijwel altijd bij de broek. Ik ga even mijn fok opzetten, dan kan ik niet zo goed zien. Het is wel mooi, want het valt al een beetje in een scheiding. Ik ga heel even die staart even naar elkaar halen. Ja. Hoe ver voor een show kan je het beste laten klimmen? Nou, ik denk dat je hem gewoon wel een dag voor die show kan doen. Want als je hem gewoon met een goede shampoo wast. Hè, want ik heb mijn Misha gekocht en toen hebben ze een dag van tevoren hadden ze hem nog gewassen. En hij werd op de show werd hij geknipt. Want zij was daar niet zo heel goed in. Dus zij heeft hem gewoon gewassen meegenomen. Ik denk wel dat je een goede shampoo moet gebruiken die ook wel een beetje ruw maakt. Want die bovenvacht moet wel een beetje ruw blijven. Dus je gooit er geen conditioner in? Nee, je doet hem niet met conditioner. Nou, ik heb natuurlijk mijn Sensai. En dat poepgatje waar we mee beginnen, want dan heb je alvast een klein beetje een beginnetje. Welke Sensai is dat net, weet je dat? Dit is de fijne 37 tans. De open set. Van de open set. Kijk, en zo'n poepgatje, dat mag je best wel zien. Er zijn zelfs in Amerika mensen die scheren dit stukje. Die scheren ze gewoon met een 1.5 of een 1.2. Scheren ze dat gewoon kort. Nou, ik doe dat niet. Ik ben hier alvast begonnen. Is eigenlijk ook niet slim. Want eigenlijk zou je gewoon even met de voetjes moeten beginnen. Dat ga ik nu even doen. Die voetjes, die moeten wollig en... best wel een beetje dik blijven. Dus je moet eigenlijk alleen een beetje de voorkanten moet je weghalen. Tussen de teentjes mag ook weg. Kijk, ze moeten wel een beetje berenvoetjes moeten ze houden. De bovenkant mag ook een beetje kort. Doe ik liever even met de eef. En de achterkant, kijk, dan haal je dit even weg. De achterkant van de beentjes, nee, niet zo tuttig doen. De achterkant van de beentjes maak je niet helemaal kort, hè. Want kijk, er zit al niet zo heel veel haar op. Dus je maakt het gewoon een beetje netjes. En er zit hier niet zoveel haar. Kijk, het loopt eigenlijk een beetje raar, hè, zoals jullie zien. Gaan jullie weg? Ja, ik zie je schat. Het moeten gewoon mooie voetjes worden.
Mag ik mijn hond mee? Nee. En niet zo heel kort. Ik zal hem niet meer. Even hoor. Dit is ook niet mijn. Even mijn. Nee, is ook niet meer. Even iets hoger. Veel plezier ermee. Ja. Kijk eens wat een mooi pommetje, jongens. Kijk, dit is eigenlijk een beetje wat je wil. Je wil een rond voetje. Maar daar mag natuurlijk niks overheen vallen. Ook de andere kant wel even. Ik laat meestal jullie maar één kant zien, hè, jongens. Anders wordt de vlog zo ontzettend lang. Kijk, maar zoals jullie zien. Kijk, je kan het hier goed zien. Hier is het niet helemaal gelijk. Dus. Nou, ik heb wat fans. Dat is zeker Justin. Dat doet mijn Justin nooit. Nee, nee. Ik praat lelijk ook naar Justin. De liefste. Zorg ervoor dat je niet tussen de tenen dat haar weghaalt, hè. Het moeten mooie, gesloten, ronde voetjes worden. Dus niet de teentjes kort knippen. Ronde berenvoetjes. Ronde berenvoetjes moeten het worden. Gewoon een beetje voorzichtig aan. Goed, ik had al een scheidingje gemaakt. Daar doe ik even het haar even, of het staartje even zo in. En nu komt het eigenlijk belangrijk gedeelte. Jongens, als jullie zo'n pommetje knippen, het moet rond. Maar knip het van boven naar beneden. En dan moet het tot... hak. Zoals jullie zien, het is heel voorzichtig, hè? Kijk, dat is alles. Nee, ga eens even staan, liefje. Kom. Het is toch nog wel even puzzelen, hoor, want dit is natuurlijk best heel veel haar. Nee, kom eens hier. Even wachten. Hij is helemaal uitgewassen, helemaal uitgefeund. We hebben zo weinig mogelijk ondervacht natuurlijk uitgehaald. Want ja, dat wil je allemaal houden. Ik ga er even staan. Ik denk dat je het wel goed kan zien. Zo'n staartje... Zoals jullie zien, dat is bij deze absoluut nog niet aan de orde. Maar dat gaan we wel doen. Zo'n staartje mag echt wel een heel stuk... Ga staan, Pikkie. Zo'n staartje mag echt wel een heel stuk aangezet worden. Hè? Dus ik snap dat jullie dat misschien niet durven, maar dat moet wel. Doe het voorzichtig. Zo'n staartje mag echt wel een stuk aangezet. Op de show is het normaal. Ja, op de show is normaal. En je wil dat ook, omdat als je zo'n staartje aanzet, kan je dat poepgatje ook gewoon wat korter knippen. Kijk, want al dat haar wat hier zit, dat gaat gewoon voor het poepertje zitten. En ze moeten een mooie hoge staart aanzet hebben. Nee, kom hier. Ja, het is nog een hele uitdaging, hoor. Kijk, want dit ga ik dadelijk ook allemaal korter knippen. Wel leuk, hè, meet? Ja, want jij hebt ook een vriendin met pommetjes. En die wil ze een keertje bij jou. Nee, die wil ze niet bij jou. Jij komt in deze 5 februari. Kom je? Dan heb ik hier een workshop. Workshop pommetjes. En dan gaan al die meiden die gaan zelf. Pommetje knippen. Ik heb het op een andere vlog ook al gezegd. Hè? Zo'n staartje is echt maar heel kort. Dit is maar het staartje. Dit. Dus dit stukje maar.
Dus echt heel, heel weinig. Nou, dat zou je niet verwachten. Zou je niet verwachten, hè? Nee. Doe het een beetje met beleid. Monsieur. Maar hij mag rondom. Hij mag rondom helemaal kort. Nee, nee, nee. Nou, zoals jullie zien is hij echt helemaal bijna niks gewend. Sommige mensen vragen wel eens aan mij, kan je niet eens een filmpje maken van een hond die het niet gewend is? Nou, ik denk dat dit zo'n filmpje wordt. Bij deze. Bij deze heb ik daar ook weer aan voldaan. Kijk, zo zie je heel mooi het verschil, hè, van het ene billetje en het andere billetje. Kijk, en dit mag je best wel wat korter maken. Als je maar... Fon, wat is heel belangrijk als je zo'n pommetje knipt? Dat je... Boven de ondervacht blijft. Juist, je blijft boven de ondervacht. En dan mag je er best wel een stuk afhalen. Maak het allemaal netjes rond. Deze heeft nog ballen. En ik doe alles netjes met een eef. Want je wil het zo natuurlijk houden, maar je wil ook geen happen erin zetten. En dit is natuurlijk veel veiliger, hè? Kijk, en het loopt allemaal een beetje rond. Even kammen. Oh, dat is een vriendelijke pom. Vriendelijke pom van Demi. Dat is Misha. Oh, echt niet? Echt wel. Misha is heel vriendelijk. Misha! Als iemand komt, is het kluifje. Misha. Hallo. Kijk, zo gaat het toch wel iedere keer een stuk af. Kijk, maak een mooie scheiding in het midden. Misha. Kijk, en daar leg je eigenlijk daar het staartje in. Hij is natuurlijk helemaal niks gewend. Nee, 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 nee. Kom maar even staan, jongen. Je maakt het je eigen zo moeilijk. Zie je, eigenlijk maak ik een neerwaartse knipbeweging. Ik vind het wel erg mooie kleuren. Mooi, hè? Ja. Ja, zo zie je ze ook niet zo heel vaak. Nee. Je ziet niet zo heel vaak deze kleur. En ik heb aan deze mensen gevraagd of ze hem willen laten testen. Dus of ze hem willen laten testen op CM. Dat is wat die cavaliertjes allemaal hebben. Het is een te kort en te klein schedeltje voor de hersentjes. En nou ja, goed, dat willen ze. En hij moet ook op patella luxatie moet hij gekeurd worden. Dus en dan heb ik eventueel interesse om hem te gebruiken. Want ja, weet je, er zijn genoeg pommetjes. Het enige
probleem is dat de mensen, die willen ze niet laten testen. Want dat is namelijk een enorme dure onderzoek. Dat gaat via MRI. En dan wordt de hersentjes worden gescand. En het schedeltje, ga staan pik. En het schedeltje, en dan, ja, dan krijgen ze daar dan, daar moet dan een neuroloog naar kijken. En dat is, ja, dat is heel erg duur. Maar ja, weet je, ik wil alleen maar gezonde hondjes fokken. Dus ik heb gezegd dat ze hem daarop willen laten testen. En hij is goed getest, dat ik eventueel wel interesse heb in een dekking. Het gaat iedere keer maar een stukje af, hè. Dan willen ze op de show, willen ze ook wel, hè, willen ze het allemaal een beetje natuurlijk houden, hè? Ja, het mag niet te strak. Het mag niet te strak. Geen strakke lijnen, laat ik het zo zeggen. Het mag wel strak, maar het moet allemaal vloeiend overlopen en geen recht toe recht aan. Als je dan iedere keer een beetje opkamt. Want dit is ook hartstikke strak geknipt, maar toch met je effileer. Ja, waardoor je wat rondere lijnen hebt. Ja. Kom nou even, jongen. Je ziet, het is best wel een beetje een uitdaging. Hij is echt vreselijk lief, hoor. Want jullie geven kusjes en al. Ja. Het is wel een beetje lastig als je natuurlijk dat allemaal niet gewend is. Om hem dan. Dit mag ook allemaal. Het mag allemaal wat korter. Het staartje. Nou, dat heb ik ook al een keertje laten zien. Hè? Nee. Oh, nee. We gaan gewoon even meewerken. Het staartje. Pak alles in één hand. En dat staartje hoeft niet zo lang. Als het staartje gewoon tot aan tussen de oortjes rijdt als hij staat. Hè, kijk, dit is veel te lang. Kijk, dus hij moet eigenlijk staan en dan mag het staartje mag zeg maar tot achter de oortjes rijken. Nou, dit ga ik er niet allemaal afknippen, want dan schrikken die mensen schrikken ze dood. Maar nee. Ga nou eens even staan. Maar ik ga het toch wel een stukje afknippen. En dat ga je doen. Ga je dat doen, Von? Met rechter schaar en dan knip je het gewoon. Nog knippen. Helemaal recht af. Ja. Kijk, als je hem dan neerlegt, dan krijg je echt een mooie waaier. Als je het even laat zien. Kijk, een mooie waaier. Voorbeentjes. Nou zien jullie dat deze zijn nageltjes, hij heeft niet zo'n hele goede voetstand. Want die nageltjes, kijk, die zijn aan de voorteentjes zijn ze helemaal kort. Dus je moet wel even kijken hoe je dat... Kijk, ze wijzen ook een beetje naar buiten, hè. Kijk. Hier. Kijk. Dus hij staat een beetje Frans. Dan moeten we daar even op letten met knippen. Hij is heel fijn van boon, hoor. Hallo. Nee. Ik doe... Schaar.
netjes. Voorzichtig. Zoals jullie zien, hè, is hier dus nog nooit aangeknipt. Het heeft je pootje neer. Dus we maken even een lijn. Hey, dankjewel. Hey. Doei. Zie je een goede lijn? Kijk, hij zit ook een beetje raar. Nee. Maken we kort. Want we gaan nu werken naar de borst. Pak ik mijn kammetje. En iedere keer, kijk, het is echt niks, hè. Kijk, zie je? Het is echt helemaal niks. Iedere keer haal ik er wat haartjes bij. Doe dat heel voorzichtig, hè? Want voordat je het weet, als je te grote plukken neemt, maak je hem gewoon veel te kort. Kijk, het zijn iedere keer, zie je? Poedel. Poedel. Je haalt iedere keer haal je wat eraf. Snap jij ook hoe het werkt voor Nia, hè? Ja, ik snap er wel. Doe niet wat anders. Nee, oké. Okay. Nee, maar kijk. Zie je? Nou zie je ook gelijk wat er dan allemaal af moet. En zo kan je nooit te ver gaan. Want je gaat niet meer afknippen als die haren die er overheen vallen. En je doet het nog steeds. Horizontaal. Kijk, als je dan kijkt, dan kan je dit ook een beetje. Even meenemen. Ja, dan naar de volgende laag. Even wachten. Zie je ding? Zo krijg je die mooie ronde borst erin. Kijk even waar die hond van Natalie mee bezig is. Die is even in mijn boodschappentas aan het kijken. Die is even aan het stelen. Ik heb net even hondenvoer gehaald. Stinky Yoda. Wat doe jij daar? Even twee
twee lijntjes. Maar als je het zo doet, kijk, dan heb je hem ook gewoon gelijk, hè? Dan pak je echt alle haartjes mee. Ja. Kijk, nou, laten we hem tot hier. Pakken we hem van het vier. En dan knippen we het netjes. Laat moeder eens even kijken. Uniform gaat er wel een beetje in komen. Ja, ga maar even schudden. Goed zo. Dat is heel knap hoor. Dat is heel knap. Jammer dat hij een beetje Frans staat. Kijk. Daar kunnen we toch niet zo heel veel mee. Dus die mensen hebben ook gevraagd of ik even wilde kijken of die eventueel voor de show geschikt zou zijn. Daar moeten we het nog maar even over hebben. Ja, het valt allemaal niet mee, hè, liefie. Nee, het valt allemaal niet mee. Ik ben wel ontzettend braaf. Hij is niet zo eenkennig, dus alleen daarom al zou het natuurlijk geweldig zijn om hem in te zetten voor de fok. Er zit een enorm leuk karakter op. Maar kijk, als hij natuurlijk de nodige test laat doen. En de reden dat hij een beetje Frans staat, dat is ja, niet echt een reden om, om hem zeg maar niet te gebruiken. Oortjes. Nou is het, en dat viel Demi ook op, kijk, nou horen ze natuurlijk hier een enorme kraag te hebben. Dus als je dus een hond hebt waar hier, kijk, er zit hier bijna geen haar. Zie je? En als je dan dadelijk bij Pumpkin, oh, dat, hier is Pumpkin. Kijk, als je bij Pumpkin kijkt, kijk, Pumpkin heeft hier nog, die heeft maar een heel klein stukje glad en dan zit hier allemaal haar. Kijk, zodat die oortjes daar ook netjes in wegvallen. Zie je? Dat heeft deze niet. En wie kan er bij Misha? Kijk, hij heeft eigenlijk een beetje, als je dit zo kijkt, een beetje een chihuahua gezichtje. Zoals hier. Een beetje puntoortjes. Ja, maar dat geeft niet, want dat kunnen we altijd nog een beetje nachecken. Kijk, en als je dan naar mijn Misha kijkt. Nou, die is helemaal, volgens mij heeft hij echt het meest perfecte gezicht wat je maar kan hebben. Kijk. Zie je? Dus dit is ook wel kort, maar dit loopt gewoon. En hij heeft enorme, kleine, korte oortjes die zeg maar helemaal bovenop zijn hoofd zijn aangezet. Dus, zie je, wil je even het verschil laten zien? Kijk, want hij heeft natuurlijk wel heel veel haar. Maar kijk, het verschil van haar wat er zeg maar bovenop zit. Zie je? Dit is echt een kort schedeltje. En hier, ja, hij heeft gewoon enorm haar hier. Die dus oortjes horen echt een beetje weg te vallen in de kraag. In de kraag, ja. Nee, kijk, dat is inderdaad wat jij zegt. Zie je, de oortjes, je hoort eigenlijk geen oortjes te zien. Zie je bij deze? En die heeft zo weinig haar op het hoofd. En dat grotere oren. Nee, die heeft geen grotere oren. Nee, hij heeft gewoon weinig haar op zijn hoofd. He, als ze natuurlijk hier echt, meer haar. Het begint echt in zijn nek hier. Ja, als ze hier meer haar zou hebben, dan zouden die oortjes natuurlijk helemaal wegvallen. Want hij heeft. Al die honden hebben in principe gewoon een beetje. Kijk, want hij heeft echt maar hele kleine oortjes. Het is echt niks. Het zijn maar zulke oortjes. Maar omdat hij zo weinig haar op zijn schedel heeft, vallen die oren natuurlijk enorm op. Dus wat gaan we doen? Nou, we gaan het in ieder geval. Die oortjes gaan we. Ben je zo mooi? Let's even kijken. Ik heb al gezegd tegen die mensen dat dit er allemaal af moet.
Kijk, ik ga dit allemaal even weghalen. Pomeraniërs horen ronde oortjes. Ronde, kleine oortjes. Eigenlijk moet ik even een klein schaartje hebben. Ja, goed, dat kan ook wel met deze. Kijk, deze heeft echt een puntoortje en daar gaan we een rond oortje van maken. Dus wat je gaat doen, is je gaat eigenlijk de illusie maken dat die oortjes kleiner zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Kijk, zie je? Ze horen hele kleine. Kijk, zo valt het eigenlijk niet zo op. En het lijkt al gelijk alsof hij hele mooie kleine ronde, ronde oortjes heeft. Kijk het verschil. Dan heb ik alleen nog maar het puntje eraf geknipt. En dan ga ik eventjes met de evenleerschaar ga ik hem even een beetje zachter maken. Zachter qua uitdrukking, hè. Kijk, en als je natuurlijk een beetje... De oren horen dicht bij elkaar te staan, hè. Dat snap je. Dus als de oren niet zo dicht bij elkaar staan zoals deze, ga je natuurlijk niet dit helemaal kort knippen. Want dan maak je daar ruimte tussen. Snap je? Dus als je dit dan kort knipt, dan maak je ruimte tussen de schedel en het oor. Dus wat je wil dit dan laten staan en je maakt dit wat korter. Ja. Kijk eens wat een schattige oortjes. Ja, je bent lief. Kijk, en dat doe je dus hier ook. Dus hier knip je eigenlijk niks weg. En hier maak je het gewoon wat korter aan deze kant. En je maakt ze rond, hè jongens. Maak er geen puntenoren van. Het is geen chihuahua. Jij zit echt als een gek te gapen. Is het zo oninteressant wat ik vertel? Kijk, nou, pak weer even. We knippen in ieder geval de punten af. Kijk. Let natuurlijk op dat je niet het oortje meeneemt, hè. Kijk eens wat een verschil. Demi, hou eens op met je gegaap. Kijk eens wat een verschil. Ongelooflijk, hè? Wat dat kan doen, hè? Ja. Ja, hij is wel vreselijk braaf qua karakter, hoor. Ja, kijk, en het is toch maar zijn eerste keer. Het is de eerste keer. En weet je, jongens, dat knippen kan je hem leren, dat hij moet blijven staan. Maar zijn karakter kan je natuurlijk niet veranderen, hè? Dus het is natuurlijk een enorm leuk karaktertje wat erop zit. En dat is toch wel heel belangrijk, hoor. Want we krijgen enorm veel pommetjes. Even wachten. We krijgen enorm veel pommetjes. En we krijgen het ook een beetje... Mieterig. Ja, een beetje mieterig zijn inderdaad. En deze is toch wel echt... Fresh. Ja. Deze is toch wel grappig. Kijk, leg het staartje gewoon een beetje. En dan kan je altijd dat een beetje wegknippen. Nou, je ziet dat kraagje, dat is best mooi geworden. En zorg ervoor dat het allemaal rond loopt. Het pommetje wordt rond. En ik doe gewoon iedere keer een stukje eraf zwaffelen. Maar zorg dat je boven de ondergrond blijft. Laat het een beetje in elkaar overlopen. Nou, hij gaat er toch wel een beetje aardig op lijken. Ik wil hem niet te kort maken de eerste keer. Want
mensen die waren natuurlijk een langer hondje gewend. Een lang hondje gewend. En we moeten eerst even kijken als je dadelijk gaat lopen hoe die dan valt. Hij is wel compleet, dus hij heeft wel zijn volledige gebit. Dat is ook wel heel mooi. Prettig voor de fok. Prettig voor de fok. Nou, ik denk dat hij heel mooi geworden is. Wacht, laat me even. Oh, laat me even. Wat ga je doen? Zo is hij geworden. Kan je hem even roepen? Hij heet Bailey. Billy! Wow, hallo! En dan ga ik verder aan de andere kant. Ik wil deze vlog afsluiten. Ik ga even mijn bril even opzetten. Je bent een lieve jongen geweest. We gaan even samen quiz spelen en gaan we nog kusjes geven. Ja! Ik ga de andere kant doen, jongens. Bedankt voor het kijken. Ik vond het super leuk om te doen. En tot de volgende vlog. Wat zit je te lachen, Conjo? Doei! Vinden jullie? Goed zo. Mooi geworden, meet. Heel mooi. Mooi hoor.